Welkom bij Aardrijkskunde. Mijn naam is Erik Schipper en ik ga voor de methode Buitenland voor 4 VWO. Derde editie. Hoofdstuk 4 in dit filmpje met jullie bespreken. Het betreft 6 paragrafen. Elke paragraaf kan je gewoon apart beluisteren. Ik ga mezelf nu even uitzetten, zodat we ons kunnen focussen op de uitleg. Hoofdstuk 4 gaat over de domein leefomgeving, in dit geval over wateroverlast in Nederland. Bij de domein leefomgeving hoort ook het onderwerp steden, maar dat komt pas in VWO 5 terug. Hoofdstuk 4, leefomgeving, wateroverlast, introductie. Door klimaatverandering verandert het neerslagpatroon. We krijgen te maken met zware regenbuien. Dus dat de rivieren piekafvoeren moeten verwerken. Maar we kunnen ook te maken hebben met hele droge periodes. Dat de rivieren heel erg laag kunnen staan. Verder stijgt de zeespiegel. Om heftige regenval beter op te kunnen vangen, moeten eigenlijk alle tegels uit de tuinen. En moeten er weer planten of gras voor terugkomen. Tegenwoordig is onze focus in Nederland niet alleen maar meer het verhogen en versterken van dijken om ons te beschermen tegen het water. We denken tegenwoordig veel meer in termen van we moeten samenwerken met de natuur. Zorg dat je deze begrippen die je in de onderbouw hebt gehad weer kent. Delta. Wat is een delta? Dat is een stukje land wat door afzetten van zand en klei aan het eind van de rivier in de zee wordt opgebouwd. Een estuarium is de monding van de rivier wat wordt beïnvloed door eb en vloed, waar dus getijstromen aanwezig zijn. Een gemengde rivier, wat de rivier krijgt zijn water zowel van smeltend gletsjereis als van regenwater, denk aan de Rijn. Een regenrivier die wordt alleen gevoed door regenwater, denk aan de Maas die bij Zuid-Limburg ons land binnenstroomt. Een gletsjerrivier wordt alleen maar gevoed door smeltwater van de gletsjer, op zich logisch. Infiltratie, dat betekent dat het water in de bodem trekt. Bovenloop is eigenlijk het begin van de rivier, dus waar de rivier begint, meestal in de bergen. Middenloop, nou, zoals het woord al zegt, is het stukje tussenin en benedenloop is het laagste gedeelte, het einde van de rivier, voordat de rivier de zee instroomt. Het stroomgebied is het hele gebied waar alle regen en smeltwater via een hoofdrivier naar de zee stroomt. Zoals ik al zei, gaat het meer te maken krijgen, vooral in de zomer, met kortstondige, zware regenbuien, zoals je op dit plaatje kan zien. Hier ook, hele straten staan onder water. De riolering kan de zware regenbuien niet meer zo snel verwerken. Dit is het tunneltje de Winkels in Den Haag. Je ziet dat een aantal auto's zich vastrijden, omdat door een zware regenbui in de zomer dit tunneltje half onder water staat. Hier zijn mensen druk bezig met zandzakken, hun huizen een beetje te beschermen tegen het water wat hoog in de straten staat. In 1995 ging het bij de rivieren bijna mist. Het water stond heel erg hoog, tot bijna bovenaan. Het water lekt al onder de dijken door. Nou ja, als het water in de rivieren hoog staat, is best wel spectaculair. Dat trekt heel veel dagjes mensen aan om daarnaar te kijken. Dit is een plaatje van 10 januari 2018. Het water stond heel erg hoog in de rivieren. Het water stond van dijk tot dijk. Dit is hetzelfde plaatje, dezelfde locatie, maar dan in 18 oktober 2018. Toen stond het water heel erg laag na een lange en droge zomer. Het verschil tussen 14,64 en 6,66 van het normaal Amsterdamse peil, dat is het gemiddelde zeeniveau, is bijna een verschil van 8 meter in de waterstand.
na de lage waterstand van 2018 is ook goed te zien op dit plaatje. Normaal gesproken staat deze krib, staat het water tot helemaal aan de krib. Nou, je ziet nu dat de rivier best wel smal is geworden, dat een groot gedeelte nu droog staat. Bedreiging voor de bouw, ja, want veel schepen konden niet meer varen of ze konden niet genoeg materiaal weer meenemen. Dat betekent dat er niet genoeg bouwmateriaal meer over de rivier per schip vervoerd kon worden. Dus de bouw bedreigde dus stil te vallen. Dat is niet slecht voor de economie. Je ziet dus ook een plaatje van de Rijn vlakbij Duitsland. Je ziet de rivier, staat hier ook heel erg laag. Het water staat normaal tot boven aan de kribben. De schepen die daar varen, die zijn wel half beladen. Maar normaal gesproken liggen ze dus veel dieper. Hoofdstuk 4, paragraaf 1, de rivieren. Op zich niet zo'n moeilijk hoofdstuk. Heel veel begrippen komen hierin terug die je al in de onderbouw eens een keer hebben gehad. En ik ga met jullie ook het begrip vertragingstijd even goed benadrukken. Want dit is wel belangrijk dat je dit onderdeel goed begrijpt. Nou, paragraaf 1. Rivieren zijn eigenlijk afvoerwegen van water. Rivieren transporteren ook zand en klei. Sedimenten zijn dat. Zodat het uiteindelijk, zeg maar, in de zee terechtkomt en waar het dan langs de stranden, langs de kust dan weer belandt. Oké, laten we de onderdelen van de rivier eens bekijken. Nummer 1. Noem dit stroomgebied. Dus al het water, al het regenwater, al het smeltwater van sneeuw in dit gebied en in dit gebied wordt door een bepaalde rivier afgevoerd naar zee. Dat noem je het stroomgebied. De grens van een stroomgebied noem je een waterscheiding. Dat is meestal een verhoogd deel in het landschap. Dus de regen wat aan deze kant valt gaat door, uiteindelijk door deze rivier naar zee. En de regen wat aan de andere kant van deze bergrug, deze verhoging in het landschap valt, gaat dan door deze rivier naar zee toe. Het stroomstelsel wat hier staat, dat is eigenlijk de hoofdrivier met al zijn zijtakken, al zijn kleine zijrivieren. Dat noemen we dus een stroomstelsel. De onderdelen van het stroomstelsel zijn de bovenloop, het begin waar de rivier begint. De middenloop, het middenstuk. En de benedenloop, het laatste stukje, vlak voordat de rivier in de zee uitkomt. In de bovenloop, hoog in de bergen waar de rivier begint, stroomt het water natuurlijk best wel snel. Dat is logisch, je hebt de grote hoogteverschillen. De kracht is dan best wel groot. Daardoor, omdat het water zo snel stroomt, is de erosie, dus het slijt het vermogen van het rivierwater om steen te slijten, groot. Middenloop dus, het middenste deel, dat loopt meestal door een dal. En de benedenloop, dicht bij zee, daar is meestal het platte gedeelte, het eind van de rivier, denk aan Nederland. Daar is dus de stroomsnelheid heel erg laag. Het zand en slip wat dan zich nog in het water bevindt, kan dan daar sedimenteren. Het kan, blijft dan daar liggen. En omdat de stroomsnelheid ook heel erg laag is, gaat de rivier allerlei bochten maken. We noemen dat meanderen. Deze drie onderdelen, van het begin tot het eind, noemen we de lengteprofiel van de rivier. Dus de rivier in de lengte bekeken. Laten we eens naar de Rijn kijken. De Rijn begint in Zwitserland op 2100 meter hoogte als een gletsjerrivier, de Gotthardgletsjer. Het begint dus als een klein stroompje. Je kan er gewoon overheen stappen. De middenloop van de Rijn stroomt dus door een soort dal in Duitsland. Landschappelijk heel erg mooi. Er komen ook veel toeristen daar, zoals in deze vakantieboot.
De benedenloop, dus het laagste stukje, daar is de rivier ondertussen heel erg breed geworden. Ondertussen heeft ze het hele stroomgebied heel veel water verzameld en wordt de rivier steeds breder. Je ziet hier veel schepen varen, de rivier is belangrijk voor de economie. En uiteindelijk de monding bij Hoek van Holland, waar het al het rivierwater in de zee stroomt. Dus zoals ook al bij de introductie zei, we hebben drie soorten rivieren: gletsjerrivier, regenrivier en gemengde rivier. Nou, de Rijn is een gemengde rivier. Wat ik al zei, het begint bij de Gotthardgletsjer als smeltwater. Dan komt er heel veel regenwater bij. Je ziet dat de gemiddelde neerslag op dit kaartje hier in Zwitserland veel hoger is dan hier in Nederland. Nou, de Maas, wat voor soort rivier is de Maas? De Maas begint in Frankrijk, stroomt door België en Zuid-Limburg langs Maastricht richting de zee. De Maas is een regenrivier, krijgt al zijn water alleen van de neerslag. Nou, als je dan ook naar deze grafiek kijkt, dan zie je dat in de wintermaanden dat het rivierwater dan veel hoger, best wel hoog staat. Daarna krijgen we april, mei het smeltwater. En op een gegeven moment is het sneeuw gesmolten en dan zakt de hoeveelheid water, hoeveel kubieke meters per seconde wat voorbij stroomt hier in Nederland, wordt dan een stuk minder, totdat de herfst weer aan gaat breken en we meer regen gaan krijgen. En dan stijgt weer het water, de hoeveelheid water in de rivier. Nou, de Maas is natuurlijk veel kleinere rivier. Je ziet dat de hoeveelheid water veel minder is dan wat de Rijn afvoert. Ook in de zomer is er natuurlijk een dip, omdat er dan in de zomer meestal minder regen valt. Dus, nog een keer. De boven loopt weinig water. De erosie is heel erg sterk, omdat het water heel erg krachtig en snel stroomt. De midden loopt, meestal door een dal en naar de beneden loopt, waar de rivier gaat meanderen, omdat het plat is, bochten gaat maken. En daar sedimenteert ook het zand en klei wat zich in het water bevindt door de lage stroomsnelheid. De hoeveelheid water die een rivier op een bepaald punt afvoert, dat noemen we het debiet. Dus je gaat ergens staan en dan zie je het water voorbij komen. Dat noemen we dus debiet. Nou, de gemiddelde afvoer van de monding van de Rijn is 2300 kubieke meter per seconde aan water komt er dan voorbij. Het verschil in waterafvoer gedurende het hele jaar noemen we het regime. Zoals ik net al in die grafiek liet zien. En het aantal maanden wat je eronder las en aan de zijkant kon je dan de hoeveelheid water zien. Dus hoeveelheid water wat voorbij komt in kubieke meters per seconde is debiet. En het gedurende het jaar, het verschil in de hoeveelheid water wat voorbij komt, noemen we regime. Dit is een plaatje van de Maas, regenrivier wat vanuit Frankrijk en België bij Zuid-Limburg ons land binnenstroomt. Het regime van de Maas is maar 230 kubieke meter per seconde, dus 10 keer zo klein als de Rijn. Nou, het neerslagregime door de klimaatverandering verandert. En neerslagregime, de hoeveelheid water in de rivier gedurende het jaar, want we gaan periodes krijgen dat er meer neerslag gaat vallen. We kunnen ook periodes krijgen dat het juist erg droog is. Denk aan de zomer van 2018. En de neerslag wordt ook onregelmatiger. Wat is het gevolg voor het debiet? Dus de hoeveelheid water die een rivier per seconde afvoert voor Nederland. Nou, het debiet wordt groter als we dus meer neerslag gaan krijgen. Wat is het gevolg voor het regime voor Nederland? Dus het verschil in waterafvoer gedurende maanden. Gedurende maanden in het jaar. Het regime wordt dan onregelmatiger. Oké, bij Lobith stroomt de Rijn ons land binnen. Lobith bevindt zich op 14 meter boven normaal Amsterdamse peil, boven het zeeniveau, gemiddelde zeeniveau. De rivier moet nog 175 kilometer door Nederland stromen voordat het pas in de Noordzee terechtkomt. De vraag is, wat is het verval tussen Lobith en de monding bij de zee? Dat is 14 meter. Verval is dus het hoogteverschil tussen twee plaatsen.
kan van het begin tot eind zijn. Het kan ook zeg maar een gedeelte van een rivier zijn. Dus het hoogteverschil van de Rijn in Nederland, het verval, is 14 meter. We hebben ook het woordje verham. Verham betekent de hoogte delen door de lengte. Want de Rijn moet tussen Lobith en de zee nog 175 kilometer door Nederland stromen. Hoe doe je dat? Je deelt de hoogte delen door de lengte in kilometers. En dan krijg je een getal, in dit geval 8 centimeter per kilometer. Hoe hoger dit getal, hoe sneller het water eigenlijk stroomt. Dus verval, hoogteverschil, verham, de hoogte delen door de lengte. Als je zo'n sommetje krijgt, altijd de eenheden erachter zetten. Dus door zomerse zware regenbuien krijgen we veel meer met wateroverlast te maken en hogere debiet van de rivieren. En tegenwoordig is bebouwing heel erg toegenomen in Nederland. Veel huizen, veel wegen. We noemen dat de verstening is toegenomen. En we hebben steeds minder natuur, de ontbossing. Dat betekent dus eigenlijk dat het neerslag niet meer zeg maar in de grond kan terechtkomen. Dat de natuur, de grond, de bodem, het water als een soort spons opneemt. Nee, het betekent dat het water niet meer goed door de riolen afgevoerd kan worden en dat daardoor alles dan blank komt te staan. Dat betekent dus dat het water nu sneller in de rivier terechtkomt dan dat het bijvoorbeeld eerst even door de bodem wordt opgezogen. We noemen dat de vertragingstijd. Dus hoe lang duurt het voordat het regenwater in de rivier terechtkomt? Nou, dus door de verstening, doordat er steeds meer huizen en wegen komen, is de vertragingstijd dus afgenomen. Het water wordt minder vastgehouden door de bodem vanwege de verstening. Het water komt dus sneller in de rivier terecht. Dus eigenlijk kan je zeggen, hoe groter de verstedelijking, dus hoe meer verstening, hoe korter de vertragingstijd. Zorg dat je deze grafieken goed begrijpt. Hieronder de horizontale as, de tijdsduur. Deze balkje stelt de neerslag voor, het gaat regenen, we krijgen een zware regenbui. Vroeger, voordat er veel verstedelijking was, dan werd eerst al het regenwater door de bodem opgezogen en daarna kon het langzaam richting de rivier sijpelen. Dus je had best wel een lange vertragingstijd. De hoeveelheid water in de rivier, deze blauwe lijn, steeg dan geleidelijk aan omhoog. Tegenwoordig, doordat er heel veel verstedeling is, kan het water niet meer goed door de grond worden opgenomen. Het stroomt dan rechtstreeks via de bovenkant en via de riolering naar de rivier toe. Dat betekent dat het water dan heel snel, veel sneller gaat stijgen in een kortere tijdsduur. En dat het water in de rivieren ook hoger komt te staan, omdat er minder water in de grond is opgenomen, zoals je op deze stippenlijn kan zien. Dus de waterafvoer is veranderd door verstening, door ontbossing en door verandering van het neerslagregime. Nou, dus het water komt nu dus sneller in de rivieren terecht. Het rivierwater komt om ook hoger te staan. Nou, wat doen wij dan weer? Wij gaan dan weer de dijken verzwaren. Dijken weer hoger en breder maken. Maar hier kan Nederland ook niet eindeloos mee doorgaan. We zijn eigenlijk al min of meer met dit, veel plekken hier al mee gestopt. Hè, want ja, de Nederlandse bodem is natuurlijk niet echt hard. Het is zo. En als je dijken steeds hoger gaat maken, wordt het steeds zwaarder. En de ondergrond is nou eenmaal slap hier in Nederland. Het waterberg, het vermogen, dus hoeveel water kan er in de rivier terechtkomen, is ook steeds minder geworden, omdat we tegenwoordig dijken hebben. Al het materiaal wat in de rivier zit, zoals zand en slip, kan alleen nog maar tussen de dijken worden
afgezet. Vroeger, toen er geen dijken waren, bij elke overstroming die verspreidde, werd het zand zeg maar over het land gesedimenteerd. Tegenwoordig gesedimenteert dat natuurlijk alleen tussen de dijken. Dus dat betekent dat het waterwegvermogen dus ook minder is geworden, omdat al het sediment alleen nog maar tussen de dijken kan sedimenteren. Wat heel erg belangrijk is. Hier zien we dus de rivier Belobit, komt de Rijn ons land binnen, het splitst zich, Pannerdenskanaal en de Waal. En we hebben een zogenaamd binnendijksgebied, dus het is het gebied achter de dijk, waar dus de mensen wonen, noemen we dus binnendijksgebied. Het gebied waar het water zich bevindt, hier is de rivier en dit is het gebied wat, zeg maar als het hoogwater is, mag overstromen, wat voor water kan staan, dat noemen we het buitendijksgebied. Een ezelbruggetje is binnendijks, daar is het droog, en buitendijks, buiten, daar is het nat. Dus buitendijksgebied is waar de rivier kan stromen, waar de rivier stroomt. En binnendijksgebied is het gebied, dus achter de dijk, waar de mensen wonen, waar het droog moet blijven. Het water dreigt in Nederland. Door het versterkt broeikaseffect en de bodemdaling worden we eigenlijk op twee manieren bedreigd. Bodemdaling, ja, hoe zit het dan in Nederland? Ja, onze bodem is aan het dalen. Hier is een situatie van Delfland, dat zit tussen, zeg maar tussen Rotterdam en Den Haag in, hebben we een heel mooi gebied. En de bodem was hier vroeger net zo hoog als zeg maar de bovenkant van dit dijkje. De bodem is hier ongeveer 3 meter in afgelopen honderden jaren gezakt. Veel dorpen en steden in laag Nederland herkennen het ook doordat stoepen wegzakken. Vroeger kwam de stoep zeg maar tot boven aan de drempel. En tegenwoordig is de bodem op veel plekken in Nederland heel erg gezakt. Nou, we hebben dus te maken met zogenaamde absolute zeespiegelstijging. De zeespiegel is aan het stijgen doordat landijs aan het smelten is. En we hebben ook te maken met een relatieve zeespiegelstijging. Dat betekent dat de bodem aan het dalen is, samen met de absolute zeespiegelstijging. Deze twee bij elkaar, absolute zeespiegelstijging en bodemdaling, noemen we de relatieve zeespiegelstijging. Stel, de zeespiegel stijgt 1 meter en de bodem is 2 meter gedaald, dan hebben we 2 plus 1, een relatieve zeespiegelstijging van 3 meter. Nou, op drie manieren is onze bodem hier in Nederland aan het dalen en die ga ik met jullie even bespreken. Ten eerste, we hebben vroeger een ijstijd gehad, meerdere ijstijden. En bij de laatste ijstijd lag er op Scandinavië, boven zeg maar het noorden van Europa, een hele dikke laag ijs van 2 tot 3 kilometer dik. Nou, deze dikke ijslaag. Bij de laatste ijstijd lag er geen ijs in Nederland. We hadden wel een zogenaamde poolklimaat. Maar deze dikke ijslaag heeft er eigenlijk voor gezorgd dat de plaat, de bovenkant van deze aardplaat, naar beneden is gekomen. En Nederland, wat ijsvrij lag, is toen als het ware omhoog gekomen. We hebben een soort wip-effect gekregen. Dus dit gedeelte van Scandinavië, Noord-Europa, zakte naar Nederland en naar beneden. En Nederland is toen omhoog gekomen. En nou, nu is het ijs verdwenen en nu komt deze hele stuk plaat als het ware weer terug in de oorspronkelijke positie. Dat betekent dat Scandinavië omhoog wordt, omhoog gaat en Nederland zakt nu weer naar beneden. We noemen dit dus een soort wip-effect door het verdwenen ijs van de laatste ijstijd. De tweede reden is de inklinking van veen en klei in Nederland. Laag Nederland, daar hebben we veel klei en veen. En wij mensen hebben natuurlijk in het verleden onze natte, lage, morassige Nederland hebben we ontgonnen. We hebben de voedsel verbouwd. Dat betekent dat we het water wegpompen, vroeger door middel van windmolens, tegenwoordig met gemalen. Het gevolg is, als je dat gaat doen, dat klei en veen zijn eigenlijk niks anders dan
dode plantenresten, wat zich heeft opgestapeld tot een meterstik pakket, dat gaat dan inklinken, het zakt in. Dat betekent dat de bodem gaat dalen, zoals je ook op dit plaatje kan zien. Ja, hier kan je het ook heel goed zien. Hier is, vroeger kwam het land zeg maar tot boven aan het dijkje waar het riviertje stroomt. Tegenwoordig is het land dus een paar meter naar beneden gezakt, omdat wij honderden jaren lang te veel aan water steeds wegpompen, omdat we ons land graag een beetje droog willen houden. En daardoor is de bodem in Nederland, in laag Nederland, vele meters gezakt. Hier kan je dat nog een keertje zien, de Vlaardingenvaart bij Delfland, vlak bij Den Haag. De bodem is hier echt 3 tot 4 meter in de honderden jaren tijd gezakt. Nou, dat is natuurlijk niet handig. Zeespiegel gaat omhoog. We hebben te maken met bodemdaling. Dus ja, wat moeten we daaraan doen? Laten we het gewoon zo doorgaan. We blijven maar steeds ons land droog pompen. Dus laten we de bodem maar gewoon lekker steeds dalen. Of zoeken we een middenweg, dat we minder water gaan pompen, dat we het land iets natter gaan laten worden. Of stoppen we helemaal met het droogmalen van ons land, zodat we de bodem, de eigen grote stukken van Nederland eigenlijk weer teruggeven aan de natuur, dat we het gewoon weer natter laten worden. Ja, dat is een keuze die we moeten maken. In ieder geval voor Nederland is eigenlijk bodemdaling nijperder dan de zeespiegelstijging. De derde reden dat de bodem in Nederland daalt heeft te maken met de winning van olie, zout en gas. Bijvoorbeeld de winning van gas in Groningen. Daar is de bodem ook gezakt met alle gevolgen van dien, van de aardbeving en dat huizen onbewoonbaar worden. Nou, zoals jullie misschien wel hebben begrepen, de Nederlandse regering wil steeds minder gas uit de Groningse bodem pompen om verdere schade te beperken. Nou, hier hebben we nog een mooi kaartje waar je kan zien waar de ergste bodemdalingen in Nederland voorkomt. Eigenlijk in alle lage delen van Nederland is dit aan de hand. Oké, als we een storm hebben die uit het noordwesten komt, dus dat zeewater wordt dan opgestuwd richting Nederland. De Noordzee is een soort trechter, dus je krijgt hier een ophoping, een verhoging van het zeewater. Als dit samenvalt met een springtij, dat heb je 1 keer per maand, dan is het extra hoog water. De vloed is dan extra hoog, omdat de zon en de maan achter elkaar staan en daardoor krijgen we een grotere zwaartekrachtwerking en staat het water extra hoog. Bultij is het tegenovergestelde, dan is het extra laag water. Maar als er een storm is uit het noordwesten en er is springtij, dan is Nederland heel erg kwetsbaar, zoals je kan zien. Zeker als ook nog eens keer op dit moment de rivieren veel water moeten afvoeren, bijvoorbeeld omdat er veel smeltwater is van de bergen, dan hebben we alles tegelijk. En een storm, het water wordt onze kant opgeblazen, en een springtij, bij hoogwater staat het water extra hoog. Plus dat we aan de achterkant van Nederland heel veel water via de rivieren aankomt. Nou, dus je begrijpt het al, dit is een kwetsbaar moment voor Nederland. Door bodemdaling en door een verhoogde zeespiegel kan het zoute zeewater eigenlijk makkelijker over de bodem van de rivier ons landje binnenkomen. Zoutwater is zwaarder, dat kruipt over de bodem landinwaarts. Zoetwater is lichter, dat schuift aan de bovenkant richting de zee. Nou, er ontstaat nu eigenlijk een probleem, omdat het zoutwater over de bodem het land binnenkomt. En dan kruipt het onder de dijken door. Dat betekent dat het land daaromheen aan het versilten is. Het wordt zouter. En dat is natuurlijk niet fijn voor de planten, voor de boeren en voor alle sloten en kanalen, omdat het water zouter wordt. De natuur kan daar natuurlijk niet tegen. Ook kan het zoute water door de verhoogde zeespiegelstijging en de bodemdaling makkelijker onder de duinen
doorkruipen en het land daarachter zouter maken. Dan krijg je daar brakwater, een mengsel van zoet en zout water. We noemen dit dus verzilting. Ik had het net over de noordwestenstorm, dat water kan opsturen. Dus een soortgelijke situatie kan ook op het IJsselmeer voordoen. Als het een zware storm is in het noordwesten, dan wordt het IJsselmeerwater deze hoek ingeblazen. En dan kan het via het Ketelmeer de rivier de IJssel opkomen. Als tegelijkertijd ook de IJssel veel water afvoert, dan krijg je hier dus maar aan de kop van de IJssel bij de monding ook een ophoping van water. Wat natuurlijk voor veel wateroverlast kan zorgen, bijvoorbeeld voor het stadje Kampen. Hoofdstuk 4, paragraaf 2, de kust. Wisten jullie dat de Waddeneilanden zich langzaam op een natuurlijke manier zich verplaatsen richting het oosten? Dit is de samenvatting van paragraaf 2. Onze Nederlandse kust bestaat eigenlijk uit drie zones. De Waddenkust, die hebben het noorden. De Waddenzeekust met Groningen en Friesland. Groningen en Friesland wordt beschermd door zeedijken, deze rode lijn. En de Waddenzee, als het laag water is, dus eb, dan ligt de Waddenzee voor een groot gedeelte droog. Dan hebben we verder de duinenkust, dus de kust van Noord- en Zuid-Holland. Ook een gedeelte van Zeeland bestaat uit duinen. Natuurlijk ook een gedeelte van de Waddeneilanden bestaat uit duinen. Maar het algemeen hebben we het over de duinenkust van Noord- en Zuid-Holland. Het bestaat eigenlijk uit strandwallen met daarachter een duinenrij, de duinenkust. Soms zijn ze kilometers breed, sommige plekken, en soms zijn ze heel erg smal. En op sommige plekken ontbreekt zelfs de duinenkust, zoals hier bij de Hondsbossche Zeewering, waar een dijk is gebouwd, omdat daar de duinen op een natuurlijke manier ontbreken. Het derde onderdeel is het estuarium, de Zeeuwse kust, Zeeland en een stuk van Zuid-Holland. Waarom heet het een estuarium? Hier monden de rivieren, de Rijn en de Maas en de Schelde monden uit in de zee. En eigenlijk is dit een gebied waar nu geen dammen zijn, waar het zoute water van de zee zich mengt met het zoete water van de rivier. Het gebied staat, wat nog open staat met de zee, daar vind je dus ook getij. Hoog en laag water. Als je in Rotterdam langs de Maasboulevard staat, dan zie je dat af en toe het water wat hoger staat en af en toe lager staat. We hebben hier te maken met getij. Het Eppenvloed komt hier dan binnen. En ook hier zo bij de Westerschelde in Zeeland. Nou, sinds de watersnoodramp in Zeeland zijn grote delen van Zeeland en Zuid-Holland beschermd door middel van de zogenaamde deltawerken. We hebben allerlei gesloten en open of half open dammen gebouwd. De primaire keringen noemen we dat. De primaire keringen die direct aan zee liggen. Daarmee hebben we het achterland dus beschermd. Ja, zeedijken of dammen noemen we dus een harde kust, een harde zeewering. En de duinen, dus alles wat het, en de strandwallen, wat natuurlijk uit het zachte strand bestaat, noemen we dus de zachte kust. Dus stranden, zandplaten, duinen, wadden, kwelders. Wat is een kwelder nou weer? Nou, hier zo bij het Waddengebied heb je dus, omdat het elke dag te maken heeft met eb en vloed, gedeelte van de Waddenzee ligt een aantal uren per dag droog. Het sediment van het zeewater wat erachter blijft, het fijne klei, hoopt zich steeds op. Dan krijg je hier langs de kust hele stroken wat op een gegeven moment dan ook bij hoogwater niet meer onder water staat. Zo ontstaat een kwelder, dus er ontstaat land op een natuurlijke manier waar op een gegeven moment ook grasjes zo op gaan groeien.
zijn dus de harde kusten, zijn de dijken, de zeedijken en de hybride keringen, zeg maar. Dat zijn dammen hier in Zeeland, bijvoorbeeld deze dam, de Oosterschelde. Daar kan het, staat in principe gewoon open, kan het zeewater naar binnen en naar buiten. En dan alleen bij een zware storm, dan gaan de kleppen, de sluizen gaan er dicht, zodat het zeewater niet naar binnen kan. Dus Zeeland en Zuid-Holland heeft primaire waterkeringen. De Westerschelde heeft geen waterkering gekregen, geen dam. Dat is logisch, want aan het eind van de Westerschelde hier in België hebben we Antwerpen, een grote haven. En de schepen moeten natuurlijk wel makkelijk in de haven kunnen komen. We hebben ook secundaire dammen, die liggen daarachter. Het voordeel van de bouw van al deze dammen is dat Zeeland tegenwoordig ook makkelijker bereikbaar is dan vroeger. Vroeger moest je per veerpont naar al deze eilanden toe. Tegenwoordig is Zeeland natuurlijk veel makkelijker bereikbaar door al deze dammen. Ik zei net dat deze dam, de Oosterscheldekering, gewoon open is. Het zeewater kan naar binnen en buiten. Nou, waarom hebben ze dat gedaan? Ze hebben deze keuze gemaakt vroeger voor de natuur, zodat de natuur behouden bleef. Dat we dan bij een storm toch zeg maar het achterland kunnen beschermen, doordat dan de kleppen van deze dam dan dicht gaan. Nou, onze Nederlandse kust bestaat, zoals we weten, voor een groot gedeelte uit zand. Zand is niks anders dan gesteente uit de bergen, wat door de rivieren in de loop van de miljoenen jaren richting de zee is gevoerd. Want gesteente gaat kapot, het verweert. Uiteindelijk hou je dan zand en klei over en dat wordt dan door de rivieren meegenomen en komt het terecht in de zee. Als het door de rivieren wordt uitgespuugd in de zee, dan wordt het door de stroming van de zee meegenomen en verspreid langs de Nederlandse kust. In Nederland hebben we te maken met een vloedstroom en een ebstroom. Twee maal per dag, dan komt het hoge water van het vloed hier zo noorden van de Noordzee naar binnen, stroomt langs de Engelse kust. Het maakt hier een bochtje en dan stroomt het weer naar het noorden langs Duitsland en Denemarken. En twee keer per dag stroomt het water dan weer terug richting de Atlantische Oceaan. De vloedstroom die naar het noorden gaat twee keer per dag is sterker dan de ebstroom die twee keer per dag weer richting het zuiden stroomt langs Nederland. Hoe komt dat? De vloedstroom naar het noorden is sterker omdat de vloedstroom wordt versterkt door de warme golfstroom. In hoofdstuk 2 hebben jullie al geleerd dat de mondiale windsystemen, dus zuidwestelijke winden, ervoor zorgen dat het warme water van de Golf van Mexico richting Europa wordt opgeblazen. En deze zeestroming komt hier via het Nauw van Calais binnen naar de Noordzee. En daarom is de Noordstroom, de vloedstroom naar het noorden, sterker omdat die versterkt wordt door de golfstroom. Het gevolg is dat het zand wat hier wordt uitgespuugd in de Rijn en de Maas en de Schelde dan door de sterkere vloedstroom verspreid wordt langs de kust. Dus we zeggen eigenlijk, we hebben netto meer transport van het zand omdat sterke vloedstroom ervoor zorgt dat het zand zich verspreidt langs de kust richting het noorden. Eigenlijk kan je zeggen, het zeewater zeg maar voor ons is niet echt vies, maar het is ook niet helder. Dat komt omdat het sediment, dat zand en slip, dus in het water drijft. Elke golf wat zeg maar over het strand heen gaat, laat een aantal zandkorrels achter. Eigenlijk wordt onze kust, onze strand, op een natuurlijke manier opgebouwd omdat elke golf een aantal zandkorrels achterlaat. Natuurlijk kan er ook afbraak zijn. Als er een zware storm is geweest, dan kan de zee natuurlijk ook weer heel veel zand hebben weggehaald. We zeggen eigenlijk, het Nederlandse kustgebied is dynamisch. En voortdurend wordt er zand aangevoerd door want wat heb je nodig voor de vorming van onze kust? Eigenlijk een aantal dingen. De stroming neemt het zand mee van de rivieren, verspreidt het langs de kust.
een westelijke wind, een zuidwestelijke wind, dat hebben we ook meestal. Dat ervoor zorgt dat er een branding is, dat er golven zijn. En elke golf van de branding laat dan op het strand zandkorrels achter. Ook heb je nodig een kust die geleidelijk aan oploopt. Dat hebben we hier ook langs de kust. We hebben niet van, het is bij ons heel erg diep, want de Noordzee is eigenlijk niet zo diep. Het is ongeveer, zeg maar, tussen Engeland en Nederland 30 meter op zijn diepst. We hebben dus een geleidelijk opkomende kust. Dat werkt ook in het voordeel voor het maken, voor een natuurlijke manier, voor het vormen op een natuurlijke manier van een strand, een strandwal. Natuurlijk veel zand is nodig, dat hebben we hier. Eppenvloed, wat voor de stroming zorgt, aanlandige wind, dat hebben we hier. En wat belangrijk is, dat er ook vegetatie gaat groeien, dat de planten een soort obstakel vormen waarachter het zand zich dan kan blijven liggen, dat het een soort begin van een duintje wordt en de lange wortels houden ook het zand vast. De eerste strandwallen na de laatste ijstijd zijn zeg maar meer oostelijk in Nederland gevormd, de lijn van Rijswijk, Leiden, Haarlem, daar vind je de eerste strandwallen. Met de stijgende zeespiegel zijn er steeds weer nieuwe strandwallen gevormd tot de huidige kustlijn. Dus een strandwal ontstaat dus op een natuurlijke manier. Elke golf laat zandkorrels achter. In Den Haag kan je ook heel goed de strandwallen terug herkennen in de stad, doordat je hier en daar van die verhogingen hebt. Ook bijvoorbeeld het centrum van Den Haag is ook gebouwd op een oude strandwal. Wat logisch, de mensen bouwden vroeger hun huizen op zo hoog mogelijke plek. En dat waren de oude strandwallen. Tussen de strandwallen hadden we lage gebieden, veengebieden. En daar werden vaak de arbeiderswijken opgebouwd op de lagere, nattere delen. Dus door de golven, de getijdenwerking, de wind, wordt een strandwal opgegooid. Dan neemt de wind het werk over. De fijne korrels van het strand wordt dan richting het oosten geblazen. En daar vormt zich dan de duinen. Dus de grovere zandkorrels vind je direct langs de zee. En de fijnere korrels vind je. Dus worden dan opgeblazen tot de duinen. Dus grove korrels langs de zee en de fijne korrels. Daar bevind je dus de duinen. Om een duin te laten vormen is er vaak een obstakel nodig, bijvoorbeeld een aangespoelde boomstam, zodat dit het begin is van de vorming van de duin. En als dan verder plantjes opgroeien die met een lange wortels het zand vasthouden. De wortels van deze planten zijn helemaal zijn best wel lang. Het gaat meters het zand in. Tot slot van deze paragraaf. Hoe hebben wij hier ons in Nederland al die jaren beschermd tegen de zee? Voordat we bijvoorbeeld in Friesland en Groningen dijken konden bouwen, hebben zich beschermd met zogenaamde terpen en wierden. In Friesland noemen we het een terp, in Groningen noemen we het een wierd. Het is eigenlijk niks anders dan een heuveltje die de mensen hebben gebouwd, waar ze dan hun huizen en hun kerken opbouwden. Dus mocht het land overstromen met hoogwater, dan bleef hun huis tenminste droog. Ongeveer rond het jaar 1000 zijn we hier in Nederland begonnen met de aanleg van dijken. In 1932 hebben we de Zuiderzee afgesloten door middel van de afsluitdijk. Daarna kregen we het IJsselmeer. Dat vele voordelen. Ten eerste, onze kustlijn is kort geworden, omdat we hier een grote zeedijk hadden gebouwd. Want voorheen hadden de mensen in Noord-Holland en Friesland vaak te maken met overstromingen vanwege de Zuiderzeebijnstorm. Nog een ander voordeel is, we hebben een groot zoetwaterreservoir gekregen, wat natuurlijk handig is bij droge zomers. Verder, door de bouw van deze dijken is Friesland bijvoorbeeld veel beter bereikbaar geworden. Je hoeft er niet helemaal meer om te rijden vanuit Zuid- en Noord-Holland. En we hebben grote delen van de voormalige Zuiderzee ingepolderd en zijn er grote landbouwgebieden bij gekomen. En ook was er meer uitbreidingsmogelijkheden voor de stad als Amsterdam, omdat hier steden als Almere en Lelystad zijn ontstaan.
naar watersneutron van 1953 in Zeeland, de Zuid-Holland, zijn de deltawerken gekomen. Open en gesloten de dammen, zoals we eerder besproken. Na 1985 hebben we de dijken in Nederland op zogenaamde deltahoogte gebracht. En Hoek voor Holland, de ingang richting Rotterdam, kunnen we ook afsluiten door een stormvloedkering. De Westerschelde hebben we opengelaten, zoals ik al eerder zei, dat is om de haven van Antwerpen toegankelijk te houden tot de schepen. We hebben langs de Westerschelde alleen de dijken dus goed verhoogd en verbreed. Hoofdstuk 4, paragraaf 3, rivieren adaptief delta management. Adaptief betekent aangepast delta management. Om ons te beschermen tegen wateroverlast moeten we heel veel organisaties met elkaar afspraken maken, samenwerken, het samen zien te managen. En daar is heel veel aanpassing voor nodig. Dit is de samenvatting. Zoals ik al eerder zei, in 1995 is het bijna misgegaan in het rivierengebied in Nederland. Het water stond tot boven aan de dijk. Een week lang zijn er honderdduizenden mensen geëvacueerd uit het rivierengebied, omdat we dachten dat de dijken gingen doorbreken. Het was best wel spectaculair. Uit de hele wereld kwamen journalisten naar Nederland toe om te zien wat daar allemaal aan de hand was hier in Nederland. Nou, sinds 2012 is er een zogenaamde Deltawet. Elk jaar wordt dit programma uit de Deltawet geactualiseerd. Er wordt er weer gekeken of er nog aanpassingen nodig zijn. In dit Delta-programma staan er voorstellen voor wat betreft de veiligheid tegen het water, maar ook voor de zoetwatervoorziening, dat Nederland gegarandeerd is van schoon zoetwater, wat natuurlijk belangrijk is voor onze drinkwatervoorziening en voor de landbouw. Er zijn dus allerlei organisaties, zoals Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten, waterschappen, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties, die dus moeten samenwerken om het Delta-programma zorgen dat dit Delta-programma dus werkt. Daarom heet deze paragraaf ook adaptief, oftewel aangepast Delta-management. Nou, met dit adaptieve Delta-management moet het dus heel erg flexibel, hè, omdat er heel veel partijen zijn, ingespeeld worden op allerlei nieuwe kansen of op allerlei nieuwe inzichten, ontwikkelingen, wat zich steeds weer voorspeelt. Nogmaals, een grote partij is Rijkswaterstaat. Die Rijkswaterstaat zorgt voor de bescherming tegen overstromingen, zorgt voor onze waterwegen. Maar bijvoorbeeld zorgt ook voor de gewone landwegen waar alle auto's en het verkeer overheen gaat. En waterschap is dan iets kleinschaliger. Dat zorgt ook voor de veiligheid, zorgt dat er ergens voldoende water is en dat het water ook schoon is in een bepaald gebied. Nou, we moeten dus met z'n allen vooruitkijken en flexibel zijn. Zijn er 5 zogenaamde Delta-beslissingen. Ten eerste de waterveiligheid, dus dat er geen overstromingen mogen voorkomen. Dat er voldoende zoet water is, dat er geen watertekorten kunnen voorkomen. De afgelopen droge zomer van 2018 was er best wel een probleem voor grote delen van Nederland, omdat we een tekort hadden van zoet water. Verder een ruimtelijke adaptie, dus dat we bewust bouwen, dat we rekening houden met het klimaat en het water. Tegenwoordig, als je in de buurt van water wilt bouwen, moet je aan de zogenaamde watertoets voldoen, dat gekeken wordt of er wordt gehouden aan allerlei regeltjes en afspraken om goed en veilig te kunnen bouwen, zodat we de veiligheid voor wat betreft overstromingen
gewaarborgd blijft. Vierde onderdeel, de Rijn-Maas-Delta. Dus zeg maar het zuidwestelijke deel van Nederland. Dat we dit veilig stellen, hè, want het is natuurlijk heel erg laag. We hebben te maken met zeewater, verhoogde zeespiegel, dat het veilig wordt gesteld. De zogenaamde drechtsteden, zoals Dordrecht, het zuidwestelijke deel van Nederland. Het vijfde onderdeel is het IJsselmeergebied. En dat ook het IJsselmeergebied veilig is gesteld. En dat, ik heb al eerder gezegd, het IJsselmeer is een soort zoetwatervoorraad voor Nederland. En dat dat gewaarborgd blijft. En dat ook daar dus geen overstromingen kunnen voorkomen. Zoals al eerder vermeld, de zeewater kan door de verhoging van de zeespiegel landinwaarts komen. Vooral als het dan de waterstand van de rivier ook nog eens een keer laag staat. Het gevolg is dus verzilting. Het zoute water kruipt onder de dijken door. Het probleem is dan dat de planten dat niet echt leuk vinden. Die kunnen het zoute water vaak niet verdragen. Wat is dan de oplossing? Probeer nieuwe gewassen te ontwikkelen die dus wel tegen het brakke zoute water kunnen. De rivieren zijn voor een groot gedeelte gekanaliseerd. Dat betekent dat bochten in de rivier, zogenaamde meanders, zijn rechtgetrokken. Zoals hier zo, hier komt de Rijn ons land binnen. En hier was vroeger een grote bocht, de Oude Waal. Die hebben we dus gekanaliseerd, die hebben we dus rechtgetrokken. Dat gedeelte noemen we het Bijlandskanaal, dus de schepen hoeven niet meer helemaal om te varen door deze grote bocht. We kunnen nu korter gewoon rechtdoor varen. Dat scheelt natuurlijk heel veel tijd en heel veel geld. Dat betekent ook kanaliseren, dat we op sommige delen in de rivier stuwen hebben gebouwd. Hier zie je zo'n stuw. Met zo'n stuw kunnen we, vooral als het water laag staat, het water dan tegenhouden, dat het niet meteen richting de zee stroomt, zodat het waterstand dan hoog genoeg blijft voor de scheepvaart. De schepen moeten dan in dit geval wel even door de sluis. Behalve als het water heel erg hoog staat, dan gaan deze stuwen, deze kleppen, gaan dan omhoog, zodat het water snel afgevoerd wordt naar de zee. Nou, hier zie je ook weer zo'n stuw. De kleppen zijn nu dicht. Ze staan wel op een kiertje, zoals je ziet. Om toch te zorgen dat er nog een beetje stroom in het water blijft. Dat het zand en klei dan niet naar de bodem kan zakken. Hiernaast hebben we een zogenaamde zandtrop gemaakt voor de vissen. Zodat de vissen dan toch ook nog stroomopwaarts kunnen zwemmen. Nou, deze stuwen hebben we gemaakt. Heel veel van deze stuwen vinden we op de Maas. De Maas is een regenrivier, vooral in zomers kan het water best wel laag zijn. Dus door middel van stuwen houden we het water een beetje tegen, zodat het water niet te laag komt te staan voor de scheepvaart. Ook hier zo bij de Nederrijn, is een afsplitsing van de Rijn, hebben we een drietal stuwen gemaakt. Behalve bij de Waal, waar het meeste water doorheen stroomt richting de zee, daar hebben we geen stuwen gebouwd, zodat de schepen makkelijk van Rotterdam richting Duitsland kunnen varen zonder dat ze allerlei obstakels tegenkomen van de stuwen waar ze dan door de sluis heen moeten. Dus wat is het doel van kanaliseren? Dat is eigenlijk het regelen van de waterstand. Waarom willen we dat regelen? Zodat de bevaarbaarheid voor de schepen gegarandeerd blijft. Verder houdt kanaliseren ook in dat we langs de rivieren kribben hebben gebouwd. Dat zijn deze uitstekende dammetjes. Net zoals de zogenaamde golfbrekers wat je langs het strand kan vinden. Het doel hiervan is dat we de rivier als het ware daardoor iets smaller hebben gemaakt. Dus dat betekent als de rivier smaller is dat de stroming dan sterker is hier in het midden. Als de stroming dan iets sterker is, dan kan het zand, klei niet makkelijk sedimenteren, niet makkelijk naar de bodem zakken, maar blijft het een beetje zwevend water en wordt het afgevoerd naar zee. Tweede doel is dat de zijkanten van de rivier dan niet meer door de stroming geërodeerd kan worden, dat de afkalf, dat de zijkanten weggeslepen wordt, omdat de stroming dan tussen de uiteinden van deze kribben blijft. Ook dit is dus een onderdeel
van het kanaliseren, behalve de stuwen, het bouwen van deze kribben. Laten we nu eens naar de dwarsprofiel van de rivier kijken. We hebben al aan de lengteprofiel, heb ik al een keertje met je over gehad, als het begin tot het eind van de bovenloop, middenloop naar de benedenloop. Laten we eens naar de zijkanten van de rivier gaan bekijken. Wat vinden we daar allemaal? Toen wij dijken zijn gaan bouwen om ons te beschermen tegen het hoge water, dan krijg je eigenlijk een stuk land tussen de rivier en de dijk. Dat noemen we de uiterwaard, deze groene gebieden. Nou, deze uiterwaard liggen meestal droog. Behalve als het hoog water wordt, dan kan het water ook over de uiterwaard stromen. Er staat natuurlijk onder water. In het verleden vonden we dat zomaar best wel eens lastig, want op deze uiterwaarden lieten de boeren dan koeien of schapen of paarden rondlopen. En dan is het natuurlijk vervelend als je ze niet zomaar even weg moet halen, omdat het water hoog werd. Dus we hebben in het verleden vlak langs de rivier een zomerdijk gebouwd. En de winterdijk is de grote hoofddijk, en die het binnendijksgebied waar de mensen moeten wonen droog moeten houden. En de zomerdijk is een klein dijkje vlak langs de rivier die ervoor moet zorgen dat de uiterwaard in de zomer, als het een keertje een zware regenbui is geweest en dat het rivierwater omhoog gaat, dat de uiterwaard dan droog blijft. Verder hebben we het zomerbed. Dat is het gedeelte van de rivier waar het water dan zomers in stroomt. En de winterbed. Dat is dan het gedeelte waar het water stroomt als het hoogwater is, vooral in de winter. En dan staat het water van de ene winterdijk tot de andere winterdijk. En dat noemen we dus de winterbed. In het verleden hadden we steeds weer onze dijken verzwaard en hadden we ook zogenaamde noodoverloopgebieden gebouwd. Dat betekent als het water heel erg hoog stond in de rivier, dat we bepaalde gebieden, bijvoorbeeld een polder waar geen mensen woonden, dat we die tijdelijk onder water zetten, zodat we daar even tijdelijk het water parkeren. Pas als het water dan weer wat gezakt in de rivier, lieten we dit dan weer leeglopen. Dat noemen we zogenaamde noodoverloopgebieden. Maar bij extreme hoge waterstanden voldeed dit niet meer. Ik heb net al verteld, in 1995 en 1993 ging het bijna mis in het rivierengebied. En nadien is er een nieuw project gerealiseerd. Dat noemen we ruimte voor de rivier. We zijn dus ons op een andere manier gaan beschermen tegen hoogwater. Niet alleen maar dijken verhogen, maar ook door allerlei andere maatregelen. En dit project, het heet Ruimte voor de Rivier en is in principe in 2017 afgerond. Nou, wat hield het allemaal in? Bijvoorbeeld, we hebben de kribben wat verlaagd, zodat het water dan, de hoogwater, makkelijker afgevoerd kan worden. We hebben het zomerbed wat verdiept. We hebben de natuur meer kansen gegeven. We hebben extra geulen gegraven, zodat het bij hoogwater de rivier ook via een andere geul afgevoerd kan worden. We hebben de uiterwaarden wat afgegraven, wat verlaagd, zodat er meer ruimte is bij hoogwater. We hebben allerlei obstakels in de uiterwaarden, bijvoorbeeld oude steenfabrieken, hebben we verwijderd. We hebben ook vaak een dijk verplaatst, zodat de plek waar het water dan kan stromen groter is geworden. Al met al allerlei maatregelen uitgevoerd. Dat noemen we dus ruimte voor de rivier om ons te beschermen tegen hoogwater van de rivier. Bijvoorbeeld hier bij de Maas, de grensmaas tussen België en Nederland, waar langs Zuid-Limburg stroomt. Daar hebben we ook dit project gerealiseerd, extra nevengeulen gegraven, de rivierbed verruimd. We hebben ook met dit project veel plekken de natuur weer meer kansen gegeven. En we hebben ook gedacht aan recreatie. Het gevolg is, de rivier kan nu dus een grotere debiet aan. En de hoeveelheid water die kubieke meter water wat per seconde voorbij komt. Dus de rivier kan nu een groter debiet aan. Nou, een rivier stroomt dat vaak natuurlijk niet door één land, maar door meerdere landen. Zoals de Rijn begint in Zwitserland, stroomt langs Duitsland, langs
de grens van Frankrijk. Dan komt dan ons land binnen. De Maas gaat via Frankrijk, België naar Nederland. De Schelde gaat via Frankrijk, België naar Nederland. Hier de Eens, Duitsland, Nederland. Nou, je snapt al, we moeten internationaal het een en ander met elkaar afspreken voor de veiligheid. Nou, dit schaalniveau noemen we fluvia schaalniveau. Dus alles wat water te maken heeft, waar de landen waar de rivier doorheen stroomt, dit schaalniveau noemen we dus fluviaal schaalniveau. Nou, sinds 1950, om de 5 jaar, is er een zogenaamde Rijnconferentie. Dan maken de landen die aan de Rijn zitten met elkaar weer nieuwe afspraken, worden de koppen bij elkaar gestoken om te kijken wat er goed gaat, wat er beter moet. Deze zogenaamde Internationale Commissie Bescherming van de Rijn en de EU werken dus samen en die stellen dus steeds weer een plan op. Dat noemen we dus het actieplan Hoogwater. Een voorbeeld van deze actieplan Hoogwater is dat ze een retentiebekken, een soort opslagplaats, retentieopslagplaats, in Duitsland en Frankrijk hebben gerealiseerd in het eerste deel van de Rijn, zodat daar dus meer ruimte is voor water, als voor rivierwater als het hoog staat. Nou, het voordeel is, als hier veel meer water wordt vastgehouden, dan heeft Nederland bij een piekervoer, als het water hoog staat, minder snel last. Dan wordt het hoogwater als het ware afgezwakt, zodat we hier in Nederland minder last hebben. Daarom is het belangrijk dat internationaal op fluviaal schaalniveau afspraken wordt gemaakt. Hoofdstuk 4, paragraaf 4. De kust, zacht waar het kan, hard waar het moet. De verhoging van de zeespiegel is een beetje de vraag. Vanaf 2030 gaat dit dan ervoor zorgen dat delen van Nederland wordt overstroomd. Dit is de samenvatting. Nou, zoals we gezien hebben, onze kust is eigenlijk best wel goed beschermd, maar de bedreiging blijft natuurlijk altijd aanwezig. De basiskustlijn, de kustlijn die nu dus Nederland vormt, komt dit in gevaar. De basiskustlijn is eigenlijk de ligging van onze gemiddelde kustlijn, zoals we het in 1990 hebben afgesproken. We hebben gezien, we hebben te maken met een absolute zeespiegelstijging en we hebben te maken met een bodemdaling. En zeespiegelstijging plus bodemdaling noemen we de relatieve zeespiegelstijging. Al met al, stijgende zeespiegel, dalende bodem en steeds door de klimaatverandering ook krachtige herfststormen kunnen een bedreiging vormen. Het achterland, achter de duinen, achter de dijken, moet beschermd blijven. Want het kustgebied in Nederland is natuurlijk belangrijk voor de waterwinning in de duinen. Duinen zorgen ervoor dat ons drinkwater gefilterd wordt. Het is belangrijk voor de land- en tuinbouw wat erachter zit. Het is belangrijk voor de recreatie. Het is belangrijk voor de natuur. Dus grote economische en ecologische waarde. Het Delta-programma van 2016 is eigenlijk afgesproken, besloten dat we zandsuppleties blijven toepassen. Dat betekent dat we de natuur een handje helpen, omdat wij mensen regelmatig hier en daar dus extra zand opspuiten langs de kust. En zeeschepen zuigen het zand op en dan spuiten we het langs onze kust weer neer om onze basiskustlijn te beschermen. Een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld de zandmotor bij Ter Heide Kijktuin. Daar hebben we een aantal jaren geleden een dikke laag zand opgespoten en dan op een natuurlijke manier moet de stroming, dit zand, dan langs de kust van Nederland verspreiden. Het project de zandmotor tussen Ter Heide en Kijktuin. Nou, zandsuppleties wordt uitgevoerd.
Noemen dit een dynamisch kustbeheer. Dat betekent dynamisch kustbeheer. Een harde kustlijn, dus met een dijk waar het moet, waar het niet anders kan. En een zachte kustlijn, strand en duinen, waar het wel veilig kan. Hier zie je een mooi plaatje van een zeeschip wat zand heeft opgezogen en voor de kust het opgezogen zand van de zeebodem weer terugspuit, zodat we versterking hebben door middel van het zand. Nou, hier zie je kustverdediging, een harde kustverdediging, een dijk, de rotsbossen, zeewering. En in de verte zie je een schip bezig met een zachte kustverdediging, een zogenaamde zandsuppletie, extra toevoeging van zand. Nou, die rotsbossen, zeewering bij Noord-Holland, waar dus een stukje duin ontbreekt, is door onze overheid bestempeld als een zwakke schakel. En deze dijk, wat je net zag, is eigenlijk een oud plaatje. Deze dijk hebben ze laten liggen. Wat hebben ze nu gedaan? Ze hebben over deze dijk nu ook zand heen gespoten om er een soort duin van te vormen. Eigenlijk hebben we hier twee dingen gecombineerd. De harde kustverdediging is nog steeds aanwezig, maar het zand wat we overheen hebben gespoten heeft ervoor gezorgd dat er meer recreatiemogelijkheden zijn ontstaan en meer natuurmogelijkheden. Verder hebben we op sommige plekken, zoals bij het Zwin, bij Bergen en de Texel, de zogenaamde slufters. De zee kan daarbij hoogwater gewoon binnenstromen. Dat kunnen we daar laten doen omdat daar breed en veilig genoeg is. We hebben een soort met natuurlijk gebied gekregen waar het zeewater in en uitstroomt en waar dus een hoge biodiversiteit is. Zo'n gebied noemen we een slufter. Het is een soort opening in de duinen waar het water naar binnen en buiten kan komen, waar het wind vrij spel heeft. Goed, harde oplossingen zijn op dijken, havenhoofden en boulevards. Denk aan Scheveningen, een harde kustverdediging. En op zulke locaties hebben we ook te maken met bolwerkvorming. Bolwerkvorming is eigenlijk de bebouwing van langs de kust. Eigenlijk willen we niet te veel bebouwing langs de kust hebben. Dat het dan weer vaak problemen kan opleveren als we allerlei maatregelen willen uitvoeren voor de bescherming van de kust. Nou, hoe kunnen we bolwerkvorming, dus allerlei kustbebouwing, hoe kunnen we dat weer te voorkomen? Bijvoorbeeld door het toepassen van zandsuppletie, zoals jullie hier ook zien gebeuren hier voor Scheveningen, dat de bulldozers extra zand wordt opgeschoven. Nou, verder zijn onze duinen natuurlijk heel erg belangrijk. Hoe kunnen we erosie, aftakeling van de duinen tegengaan? Bijvoorbeeld grote delen worden dan afgesloten voor het publiek, zodat de duinen dan beschermd blijven. Natuurlijk kan 100% veiligheid niet gegarandeerd worden. Veel mensen in Nederland voelen zich eigenlijk best wel veilig. Hoe groot is eigenlijk het overstromingsrisico's bewustzijn? Hoe ver voel jij je nou veilig? De meeste mensen denken best wel dat ze veilig wonen. Eigenlijk is het kustgebied, vooral de Randstad, het lage deel van Nederland, is eigenlijk voor ons Nederland heel erg belangrijk. Het is een economisch kerngebied. Er wonen 7 miljoen mensen. Stel je eens voor dat het hier fout zou gaan. Dat de zee bij een zware storm, bij een springtij, ergens de Randstad in kan stromen. Stel eens voor dat dit gebeurt in de winter, als het heel erg koud is en een grote delen van de Randstad zal dan onderstaan met meters hoog water. Ben jij je daarop voorbereid? Hoe groot is jouw overstromingsrisico bewustzijn?
Hoofdstuk 4, paragraaf 5. Waterproblemen in laaggelegen gebieden en delen. Steden bedoel ik. Dit is de samenvatting. Goed, dus de klimaatverandering gaat zorgen dat het 's winters warmer, natter wordt, meer neerslag, dus toename van neerslag. Zomers kan het droger worden, het kan warmer worden in de zomer. We kunnen te maken hebben met watertekorten. We kunnen ook weer te maken krijgen, ook vooral in de zomer, met zware hoogstbuien. Wat voor wateroverlast gaat zorgen, vooral in de steden, omdat de riolering het water niet snel kunnen afvoeren. Er is klimaatverandering, stijgende temperaturen, smeltende gletsjers, zeespiegelstijging. Dus watertekorten, tijden van droogte en hogere piekafvoeren van de rivieren. Ik zal hier dit nu even kort houden, omdat ik dit al eerder heb besproken. Welke problemen ontstaan er dus bij een watertekort? Nou, tekort aan drinkwater. Tekort aan water voor de landbouw, zeker in het oosten van Nederland, hebben ze er heel erg snel last van. En verzilting, wat ik al eerder zei, het zoute zeewater kan onder de duinen doorkruipen, onder de dijken doorkruipen en het land erachter dus zout te maken, verzilting. En vooral omdat onze watte, veen- en kleigebieden al eeuwenlang ontwateren door middel van greppels en veenstroopjes om onze akkers droog te houden. Het veen- en kleibodems gaan inklinken. Veen uit dode plantenresten moet eigenlijk nat blijven. Als dat droog wordt, komt het in contact met lucht. Het gaat dan oxideren, het gaat dan verbranden, het verdwijnt. Gevolg is de bodem daalt. Er zijn plekken waar het maaiveld, dus de oppervlakte, 4 tot 5 meter is weggezakt. Nou, in de zomer kunnen droogtes dus zorgen dat laaggelegen gebieden dan gaan verzilten. Want zoutwater is zwaarder, het dringt de rivier op, het stroomt onder de dijken door. En dan krijg je zogenaamde zoute kwel, het kwelwater wat onder de dijken doordringt. Komt dan weer omhoog bij het land en daardoor verstilt het land. Zoals ik al eerder had aangekaart, een oplossing is bijvoorbeeld dat er gewassen voor de boeren wordt ontwikkeld, wat een beetje tegen het zoute water kan. En daar zijn ze ook druk mee bezig. En er zijn al een aantal gewassen ontwikkeld wat bestand is tegen brakwater. Nou, bij een droge zomer, zoals in 2018, is natuurlijk een groot gevaar voor de natuur. De biodiversiteit neemt af. Heel veel visjes in beekjes in het oosten van het land, wat droog zijn gevallen, die zijn verdwenen. We hebben al gezien bodemdaling door de afvraag van veen en heel veel dijkjes in Nederland, het lage Nederland, zijn zogenaamde veendijkjes. En als die dan verdrogen, kunnen deze ook doorbreken en dan kunnen de hele polders onder water komen te staan. De oplossing is dan wat men dan in droge zomers met een scheepje, een grote waterspuit, langs deze dijkjes vaart om deze dijkjes dan vochtig te houden, zodat ze dan niet zo snel kunnen doorbreken. Dus waarom daalt de bodem? De bodem bedroogt, het oxideert, het veen verdwijnt dus bepaald en het klinkt in. Welke problemen heeft het stedelijk gebied? Nou, als je eerst eens kijkt naar het landelijk gebied, groot natuurlijk onverhard, veel van het neerslag verdampt. In de zomer een gedeelte stroomt af via allerlei beken en kanalen. En ook een groot gedeelte infiltreert zich in de bodem, ondiep of diep. In de stad hebben we natuurlijk te maken met verstening. In de stad is de verdamping minder, omdat er minder
natuur is een bodem zijn die ook zorgt voor veel verdamping. In de stad hebben we natuurlijk te maken met heel veel afstroming. Vanwege de harde ondergrond kan er weinig water infiltreren. En wordt het meeste water stroomt af via de riolering en via de verstening. Nou, in Nederland is dus tegenwoordig heel veel versteende straten en huizen. En bijvoorbeeld het Westland met glazen kassen. Dus daardoor minder neerslag wat de bodem kan infiltreren. Het water moet dan meer door de riolen worden afgevoerd. Deze raken overbelast. En zoals we al eerder hebben gezien, kan dat tot flinke wateroverlast zorgen in de steden. En dan komen we vanzelf aan bij hoofdstuk 4, paragraaf 6, de laatste paragraaf. De oplossingen voor waterproblemen in laaggelegen gebieden en steden. Grote steden moeten eigenlijk rainproof worden gemaakt, bijvoorbeeld door daktuinen, door meer groen en door regentonnen. Dit is de samenvatting. Nederland past ons aan. Dat doen we door zogenaamde meerlaagsveiligheid toe te passen. De eerste laag van dit onderdeel is eigenlijk overstromingen voorkomen door suppleties, wat we eerder hebben gezien, en door waterkeringen, bijvoorbeeld dammen. Tweede laag is de gevolgen van een eventuele overstroming beperken door onze ruimte in Nederland zodanig in te richten dat dan de gevolgen beperkt blijft. En dan de derde laag is preventie en informatievoorziening aan de mensen om het aantal slachtoffers te voorkomen. En natuurlijk is ook, zoals we eerder hebben gezien, samenwerking op fluviaschaalniveau met de andere landen aan de Rijn, de Rijnoeverstaten, belangrijk. Dus slim inrichten van onze omgeving om de beperkingen van overstroming zoveel mogelijk te beperken. Dus de gevolgen van overstroming zoveel mogelijk te beperken. Ik had al eerder gehad over de watertoets. Als je wilt bouwen in de buurt van water, dan moet je aan allerlei regels voldoen. De veiligheid van de omgeving tegen het water te garanderen. We werken op fluviaschaalniveau en binnen Nederland met een zogenaamde drietrapsstrategie. Wat is dat? Als er veel water is, veel neerslag is, de eerste stap die we proberen uit te voeren is het water zoveel mogelijk vasthouden, retentie. Dus zorgen dat er voldoende natuur en groen is, wat als een soort spons het water in de bodem kan opzuigen. Op een gegeven moment is deze spons natuurlijk vol. Dan gaan we over op stap 2, dat is bergen. Er zijn dus gebieden waar we te veel aan water tijdelijk kunnen gebruiken om daar het water te parkeren. Dat zijn gebieden die dan even onder water mogen staan. En ook als deze gebieden dan vol zijn, dan is de derde stap het zo snel mogelijk afvoeren van het water richting de zee. Dus alle stuwen open, zodat het water zo snel mogelijk afgevoerd kan worden naar de zee. Deze drietrapstrategie kan je dus op internationaal niveau met elkaar afspreken. Met landen als Zwitserland, Duitsland, Frankrijk en Nederland. Want bijvoorbeeld het vasthouden van waterretentie, dat moet natuurlijk liefst bovenstrooms gebeuren. En hier in Nederland hebben we natuurlijk vaker meer te maken met het afvoeren van al dat water. Maar de drietrapstrategie kan je ook heel erg lokaal toepassen. Gewoon binnen Nederland of binnen een stad. Bijvoorbeeld dat er meer groene daken komen. Bijvoorbeeld als je wel eens in Leidenburg ziekenhuis bent geweest, in Den Haag, zie je op die lage daken, daar zo zie je ook dat het helemaal groen is. Veel daken in Rotterdam zijn groen. Het is een soort spons. Als het hard gaat regenen, dan is het eigenlijk de eerste stap van de drietrapstrategie. Je houdt water dan zoveel mogelijk vast. Verder kom je dan bij de tweede stap, het water bergen.
Als de sponsen vol zijn, dan moet het water ergens weg. En nou, in veel steden hebben we zogenaamde waterpleinen gebouwd. Dan als het keihard regent en we hebben te veel aan water en de eerste stap het vasthouden is vol, dan mogen kunnen deze pleinen dan tijdelijk een soort groot vijver, een meertje worden waar we het water even in kunnen bergen. Hier zie je ook zo'n voorbeeld van een waterplein in Rotterdam. Het heeft hard geregend. Dit pleintje staat dan even tijdelijk vol water en dan dat wat dan later langzaam afgevoerd kan worden. Dus steden kunnen we regenproof inrichten door straten, parken, daken, tuinen en gebouwen slimmer te bouwen, zodat we water kunnen opvangen en afvoeren. Groene daken, groen in de straten, dus minder tegels in de tuinen ook. En aanleg van waterpleinen of bijvoorbeeld regenpijpen loskoppelen van het riool. Of door zogenaamde wadis te maken in de stad, stukjes natuur. Waar het water kan infiltreren. Goed, dit was hoofdstuk 4. Nederland, wateroverlast.